samen deze kant op gekomen om een woordje tot u te richten. Wordt ongelooflijk mooi om u hier allemaal aanwezig te zien. Want de afgelopen jaren zijn natuurlijk in het sociaal domein de decentralisaties doorgevoerd, waardoor alle drie de taken bij de gemeente liggen. En vanuit dit huis proberen we dat ook zo integraal mogelijk uit te voeren. We hadden het er net vooraf nog eventjes over. Hoe vaak zie je niet dat er inwoners zijn die problematiek kennen, die niet alleen bijvoorbeeld in de jeugdhulp zitten, maar ook op het gebied van werk en inkomen, of ook op de WMO. En juist die overlap maakt dat denk ik ook goed is, dat u hier als adviesraad Sociaal Domein daar integraal over nadenkt. Omdat het heel lastig lijkt, omdat heel verkokerd vanuit één perspectief te doen. Dus ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat u hier in deze nieuwe samenstelling bij elkaar zit. Nou, ook allereerst de felicitaties ook aan de voorzitter van uw club. En ja, volgens mij is het aan ons om u allen daarbij heel veel wijsheid en heel veel succes toe te wensen. Want als ik het goed begrepen heb, net als de afgelopen periode, gaat u adviezen opleveren aan ons, ons drieën. Ook aan de heer Soeterboek natuurlijk, naast de heer Struik en mij. En nou ja, daar zullen we natuurlijk... Wethouder Meijlands. En wethouder Meijlands natuurlijk ook voor een aantal onderwerpen. Hoewel hij niet over het sociaal domein gaat zullen, want een aantal elementen die inderdaad zijn portefeuille raken. Dus wat dat betreft kijken we daar met veel plezier naar uit. En hopen op veel goede adviezen uit uw richting. En nogmaals, we wensen u daar veel succes en wijsheid toe. Dank u wel. Dan wil ik als voorzitter in elk geval u als gemeentebestuur heel hartelijk danken, maar ik heb tegelijkertijd het verzoek om ons inderdaad voortijdig te betrekken bij alle beleidsterreinen waar wij mee bezig zijn. Wij willen heel graag gevraagd advies geven en niet alleen ongevraagd advies. En dat gevraagde advies, dat betekent dat wij vroegtijdig de stukken moeten hebben, zodat wij ze op ons gemak kunnen bestuderen. En er is hier zo ontzettend veel wijsheid in deze hele raad, dat we een heel eind zullen komen met elkaar. Wij zijn nu officieel geïnstalleerd en dat wil zeggen dat wij als adviesraad de oren zijn van de burgers en we zijn ook het luisterend oor van de gemeente. En daarom moeten wij aan de weg gaan timmeren binnen de gemeente, om op die manier hele goede adviezen te kunnen geven aan ons bestuur. En bij het timmeren aan de weg hoort een hamer. En een hamer die hoort altijd in handen van de voorzitter. We hadden vanmorgen heel wat verhitte discussies. Diverse malen moest zij zeggen, en als we dat elke maand zo hebben, dan heeft zij elke dinsdag van de maand, de eerste dinsdag van zo'n dikke strot thuis. Ik wil dat graag voorkomen en ik vond thuis nog ergens in mijn bureau een blaadje dat ik in het verleden, toen ik ook voorzitter was, cadeau heb gekregen. Het lag daar nutteloos, maar u ziet het, ik heb het gevonden en het lijkt me hartstikke leuk, Annemarie, om je nou keelklachten te sparen en een dikke keel te voorkomen. Dat wil ik jou graag aan deze voorzitter aangeven. Nee, dat kunnen we helemaal niet. Dat is niet. Samen zijn voordat we gaan uitwerken.